Pressen! Wat een gedoe. Toen ik eraan begon aan deze job, was dit een van de meest opvallende dingen die je in dit werk tegenkomt. Het gemak waarmee je als je kan lopen, het gemak waarmee je in een bus stapt, in een vliegtuig stapt, waarmee je naar de wc gaat in het vliegtuig, om maar eens even iets te zeggen. Al het gemak wat wij allemaal zelf helemaal niet meer bij stilstaan, wat gewoon bij ons dagelijks leven hoort. Het gemak van een kop koffie bestellen aan een counter die iets te hoog voor je is op Schiphol. Dat gemak, dat kennen al die jongens en meiden niet die in die rolstoel zitten. Maar ik weet niet of ze dat gaan melden bij mij, verzeker je. Nee, we behoren gelukkig weer tot de top van Europa en tot de top van de wereld. Althans, dat willen we gaan doen. Dus je gaat spelen tegen de top van de wereld, tegen de top van Europa. Dus je moet reizen. En het reizen is toch wel een van de zwaarst belastende dingen in onze topsportcultuur, zoals wij die beoefenen. Natuurlijk, ze staan er bij stil, maar er wordt niet over gemopperd. Het zijn topsporters, ze gaan hun weg. Zeur er ook niet over. Maar het blijft altijd wel zo, ja, als het is. Dat het lastig is, dat het extra is. 55 meter zit er ook heel veel op, hoor. Oké. Maar ik zit op schaar, hè? Dus of ik die man wil, dan weet je het. Stuur je wel een boek? Deze jongen daar man lopen? Ik kan lopen. Sorry. Ik voel hem net als ik dat loopt. Ja. Zo, die was dicht. Nee, rust. Ja, wij zitten volgens mij. Soms zijn er veel te veel mensen die willen helpen. En die helpen allemaal op de verkeerde manier. En als je in een rolstoel zit, krijg je ook zoveel opdrachten, ook via andere mensen. Want als wij ernaast staan, als lopend deel van de staf, en dat zijn er altijd een paar, dan praat iedereen tegen ons. En niet tegen die topsporters die in die rolstoel zitten.